Esther. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de prijzen die gehanteerd worden in de zogenaamde food basket en de prijzen die de groene winkels hanteren, daar zien we toch wel een heel groot verschil in zitten. Hoe komt dat uit? Nou kijk, we hebben in de tijd heel veel gesprekken gehad met de importeurs. We hebben continu geroepen met prijzencontrole. We hebben continu aangegeven, de prijzen zijn te hoog. We maken misbruik van de rentepers, van de winstmarges. Uiteindelijk hebben we gezegd, is het een besluit geweest van de regering om te zeggen van luister, we gaan zelf proberen om de producten te brengen. En we gaan kijken of het goedkoper kan. En het is duidelijk dat het goedkoper kan. Wat er gebeurt is dat we de tussenschakels hebben weggehaald. En dat het van dat het rechtstreeks naar de consument gaat. En dat is een van de dingen waarvoor wij zeggen van luister, wij staan voor het volk. En wij hebben gekozen ervoor. De regering is geen importeur, maar we hebben ervoor gekozen om voor het volk te gaan. En dat we zo'n strategie hebben uitgezet. En heeft dit een landelijk karakter? Of is het heeft een landelijk karakter. Kijk, we hebben een pilot nu. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat we landelijk gaan. En dat iedereen profiteert ervan. Want het is niet, ik zeg praat over het volk. Dus praat ik over heel Suriname. En hoeveel baskets, hoeveel units hebben jullie? We zijn nu nog bezig. We willen in alle districten hebben. We hebben volgens mij zo'n 9 stuks. Er is zelfs eentje in Apura. Er zijn in districten, maar we hebben gisteren ook gesproken dat we overal eentje willen zetten. Zodat het dichtbij mogelijk is dat het volk kan, zo dichtbij mogelijk het volk kan zijn. Ja, natuurlijk. Kijk, als de prijzen schelen, dan moet je toch goed genoeg denken van luister, als het daar als een kilo aardappel 27,50 kost bij de foodbasket en als het in de supermarkt 50 of 65 SRD kost, dan waar ga ik voor kiezen? Ja, kijk, het is net begonnen. Je gaat niet meteen data kunnen hebben, maar natuurlijk, overal op social media zie je dat mensen, ik volg het zelf ook, dat mensen het delen van daar kost het 27,50, daar is er weer een ander prijs. Dus mensen delen van mensen gaan naar daar, want de prijzen zijn goedkoper. En de prijzencontrole voor de rest gaat dus ook goed? Ja, de prijzencontrole gaan allemaal normaal door. We zijn hardhandig bezig nu. Ik zeg hardhandig omdat wij nu spullen in beslag gaan nemen. We hebben ook gezegd ondernemers worden geblacklist. Er is een supermarkt aan de Gompertstraat die we gisteren hebben gesloten vanwege illegale medicijnen, illegaal alcohol. En we hebben het gesloten. En ik zeg nu gaan we, als je geblacklist bent voor de tweede, derde keer dat je een boete hebt gehad, gaan we je vergunning intrekken, want dan weet je niet hoe het hoort. En die hardhandigheid komt waarom? Omdat wij continu bezig zijn voorlichting te geven. Als ik één keer bij je ben geweest, je hebt een boete gehad voor een overtreding. De tweede keer doe je het weer. De derde keer, dan heb je het niet nodig. Dan moeten we die vergunning maar intrekken. Maar heeft het nu zeker al gedaan? Er zijn vergunningen ingetrokken, maar niet op basis van een prijzenbeleid of iets dergelijks. Maar mensen die zich niet hebben gehouden aan de regels. Maar het gaat nu in feite, gaan we gewoon als je 3 keer je schuldig hebt gemaakt aan een economisch delict, gaan we je vergunning intrekken. En waarom 3 keer? Nou, je wilt ze de kans geven. We zijn een ministerie die ondernemersvriendelijk moet zijn. Je wilt de mensen een kans geven. Iedereen kan een fout maken. Je geeft ze een waarschuwing, je geeft ze een fikse boete. Maar als dat niet helpt, dan heb ik geen andere keuze als minister. Minister, het is een vrij intensief jaar geweest voor uw departement. Kijk naar het nieuwe jaar. Ziet u aan dat het Nou, kijken naar 2024, laat me realistisch zijn. Ik heb projecten lopende en ik wil mijn projecten goed afronden. Ik wil niet dat ik met een aantal projecten bezig ben, op de helft laat en met nieuwe projecten begin. Dat ga ik niet doen. Ik ga mijn lopende projecten goed afronden. Wanneer er nieuwe projecten komen en het is in belang van land en volk, dan ga ik zeggen van luister, we gaan het nieuwe project initiëren. Maar tot nu toe heb ik mijn begroting zodanig opgemaakt dat ik mijn lopende projecten kan afronden.
Hoe zit het met het versterken van de ECB? Is dat gelukt? Want dat heeft u vaker de afgelopen, dit jaar toch wel vaker aangehaald? Nee, laat me eerlijk zijn naar u toe. Het is mij niet gelukt om de ECB te versterken, omdat toen bij mijn aantreden in april 2022 was mijn begroting al uitgezet. En ik heb de ECD was niet erin opgenomen. Nu heb ik de ECD volledig erin opgenomen. En laat me ook eerlijk zijn, ik heb sollicitaties naar buiten gestuurd. Mensen solliciteren als ze het salaris horen van de overheid, willen ze niet werken bij de overheid. Ik heb ook gepleit bij mijn collega van Financiën en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Laat me kijken of ik ze een andere schaal kan geven of zo, of ik ze een top-up kan geven. Dus daarmee ben ik nu even bezig, omdat ik mijn begroting nu voor 2024 daarop heb gericht. Dan kan ik gericht erop gaan werken. Maar het blijft een uitdaging. Ik moet wel zeggen dat ECD mijn zorgkindje blijft. Maar ik hoop dat we in 2024 dat ik de BAVP-opleiding kan betalen en kan afronden. En dat ik mijn auto's kan hebben en dat ik mijn organisatie helemaal kan opkrikken. Ja, minister, in hoeverre mag en kan het ministerie optreden voor wat betreft groenteprijzen, maar vooral in winkelketens? Want als we nu zien dat daar prijzen worden gehanteerd voor een paper, bijvoorbeeld 15, dat zijn die papers worden die apart geprijsd. Ja. Nee, kijk, in feite kunnen we daarop geen controle doen. Wij doen echt slechts controle op de basisgoederen. De kostprijscalculatie die bij ons wordt ingediend, daarop kunnen wij controleren, op de basisgoederen. Ik kan niet gaan controleren, ik kan die landbouwer niet gaan zeggen, want ik weet niet wat hij allemaal heeft gebruikt voor zijn peper. En dat, ik weet dat ik kwalijk genomen zal worden, maar ik wil eerlijk zijn. Maar iedereen, als ze die peper zien voor 15, ik heb gisteren één peper voor 15 SRD gezien. Ik bedoel, men gaat de minister van Economische Zaken kwalijk nemen, maar ik kan dat niet doen. Ik moet me houden aan regels, er zijn wetten daarvoor. Ik hou me aan datgene wat bij mij wordt ingediend, kostprijscalculatie van de basisgoederen, daarop kan ik gaan. Als bijvoorbeeld u een Coffee Gold wil drinken, ik kan de prijs van Coffee Gold niet gaan controleren, want het is geen basisgoed. U kiest ervoor om het te gebruiken. Maar we weten dat dit vooral een periode is van overconsumptie, december. Ja. Waarom moet de consumenten vooral letten op de slechte? Nou, kijk, op de prijzen van de basisgoederen. Ik heb het elke keer gezegd, u moet letten op wat u koopt, op de prijzen van de basisgoederen. En we weten, december is een feestmaand, iedereen is in een andere stemming. Maar we moeten ook kijken wat ons budget toelaat. Ook ik als minister let daarop. Maar zijn er plakkertjes in de winkels? Het is verplicht dat al de prijzen, er zijn elke twee weken maken we bekend. En we sturen het ook naar de media. Ik verdeel het zelf ook op mijn social media. En we hebben de winkeliers verplicht, als het niet is geplakt in de winkel, mag ECD optreden. Goed? Ja, dankjewel.